En we zijn weer terug vanuit de Kromhouthallen in Amsterdam. De hele dag Immers E-Day, waar we praten met de belangrijke gasten die op het podium hebben gestaan. Zowel externe van buiten, vanuit het buitenland, maar ook Nederlanders die bijvoorbeeld net in dienst zijn gekomen bij Deloitte. Welkom. Deloitte Digital, ja. Deloitte Digital. Wie ben je en wat doe je bij Deloitte? Ja, mijn naam is Hans Vergieken en ik ben director Digital Business Innovation. In feite komt het erop neer dat we met name de klanten die door Deloitte worden bediend, dat zijn de corporates over het algemeen, dat we die helpen om die digitale transformatie dan ook echt in te vullen. We weten allemaal dat als je een heel groot bedrijf hebt met bestaande markten en bestaande klanten, dat een moeilijke opgave is. Dat heel veel bedrijven dat best begrijpen, dus ze maken apps en ze hebben een website. Nou goed, dat kennen we allemaal wel. Maar als je echt digitaal wil opereren, dan moet vanaf het begin, vanaf de conceptie van een nieuw product of dienst, moet dat digital embedded erin zitten. Het is niet erover praten, het echt doen. Nou, we hebben dat net onderzocht met MIT Sloan, 3700 bedrijven over de hele wereld. We hebben de vraag gesteld van als je nou de ideale onderneming in jouw sector, digitaal geënabelde onderneming, zou beschrijven, hoe ziet die er dan uit? En in welke mate ben je dan onderweg? Hoe ver ben je dan? Dan onderscheiden wij eigenlijk drie volwassenheidsniveaus van hoe ver ze zijn. Welke criteria daarin een rol spelen. Dus wat zeg maar de typische kenmerken zijn van bedrijven die dat goed doen. We krijgen veel vragen uit de markt van grote corporates. Nou, we zien natuurlijk in Nederland de tekenen aan de wand en de retail en de banking industrie. Dus voor heel veel sectoren is het nu ook echt wel 5 voor 12. Hè? Dat is moet je het, goed is realiseren. Is het 5 voor 12 of is het al heel lang 5 voor 12 en begint het al wel dichter bij 5 over 12? Dat is natuurlijk per markt verschillend. Toevallig had ik gisteren een citaat daarover in de retailwereld. Hè? Dus onze Amerikaanse collega's binnen Deloitte hebben daar lokaal in Amerika, nou ja goed, een continent, hebben ze de retailmarkt onderzocht en hebben ze vastgesteld dat als je het bekijkt dat van de 20 bedrijven die echt digitaal volwassen zijn, zijn er 17 nog steeds brick and mortar. Hè? Ja. Dat is één. Dus die doen het best goed. Het tweede is, wat we dan ook zien in die analyse, dat is dat als je kijkt naar de volatiliteit, hè, dus de bewegelijkheid van zo'n markt, dan is dat tot nu toe valt dat eigenlijk best mee. Hè? 7% van hun omzet is pas via digitale kanalen. En als je uit het verleden zou kijken, dan zou je zeggen, nou je trekt die lijn gewoon door, is gewoon lineair. Sterker nog, dat zegt ook een executive van een heel grote retailer. En die zegt, joh, wat is het? 7 jaar geleden kwam je mij vertellen dat mijn wereld op zijn kop zat. Nou, we zijn nu 7%, dus ik ga ervan uit dat het over komt wel goed. 7 jaar 14% is. Ja. Nou, en gisteren op de retailversie van deze conferentie heb ik laten zien dat dus niet zo zal zijn. En dus een aantal sectoren zitten de technologieën aan te komen die in combinatie met nieuwe businessmodellen zodanige entrance barriers naar beneden halen. Waardoor ofwel nieuwe spelers of spelers die het wel begrijpen, een enorme slag kunnen slaan. Dat is één. De tweede, en die is misschien nog wel belangrijker, dat is dat dit onderzoek voor het eerst ook wetenschappelijk onderbouwd, dat is een technische universiteit, aangeeft dat als je in die categorie early zit, dus de eerste laagste volwassenheidsniveau, dan is de kans dat tot een maximum van 50% van de mensen die jou moeten helpen om die transformatie te doen, de kans dat die binnen een jaar weg zijn, die is ontzettend groot. En dus we gaan nu in een fase waarbij bedrijven die nu niet gaan bewegen, om te beginnen kwetsbaar worden doordat hun concurrenten het wel begrijpen en zeg maar een klap uitdelen. Of een nieuw entrant die je niet verwacht had. Maar daarbovenop, de mensen die ze in huis hebben, die worden onvoldoende gechallenged, gecoacht. Dus de goede mensen verdwijnen allemaal. Die verdwijnen en je blijft zitten met de, tussen aanstekens, oude hap. Precies, die al jaren hetzelfde doen. Ja, en die er ook een belang bij hebben om niet mee te bewegen. Dus er is alle reden om, het heet dan aligning the organization for its digital future. Maar de essentie is dus, er is alle reden om tot je te nemen. Wat zijn nou best-in-class bedrijven die ook uit een positie komen van, laten we zeggen, gevestigde corporate. Ja. Maar die echt die slag hebben gemaakt. Ja. Zijn er al voorbeelden van? Ja, tuurlijk. Ja, absoluut. En ik werk voor een accountantsbureau, dus mij is uitgelegd dat ik niet zomaar allerlei bedrijfstakken of bedrijven bij naam mag noemen. Maar in Nederland, toevallig zat in BNR, daar kan ik naar verwijzen, er zat een interview met de directeur van Philips in Nederland. Ja. Specifiek over het medical stuk. Ja. Als je ziet de enorme investeringen die je in dat interview zult horen, die worden gedaan in data verzamelen, in profielen van patiënten analyseren, in algoritmes ontwikkelen die
die dingen voorspellen voordat ze gebeuren in Internet of Things. Ja. En dat bedrijf is zich volledig aan het transformeren. En dat zien we natuurlijk in het buitenland bij de GE's van deze wereld. Ja. Dat is ook een typisch voorbeeld. Ja. Kortom, ja, ik denk dat er echt airline-industrie, hè, we verkopen geen vliegtuigen meer, we verkopen vlieguren. Ja. We verkopen geen treinen meer, we verkopen kilometers. Ja. Kortom, er zijn in bijna elke industrie zijn er voorbeelden aan te wijzen van bedrijven die dit doen. En natuurlijk, en daar horen eigenlijk 5 criteria bij die ze anders maakt. Ja. Ze hebben in een deel van hun business hebben ze een relatief hoger risk appetite. Ja. He, dus fast failure. Ja. Ze staan toe. Ze durven wat. Ze durven wat. En ze hebben zich op ingericht om dat dan ook snel te doen. Ja. To fail with grace, zou je kunnen zeggen. Nou, een tweede karakteristiek is dat dat soort bedrijven over het algemeen een leiderschapscultuur hebben waarbij teams verantwoordelijk worden gemaakt voor het opleveren. Multidisciplinair team. Dus niet te veel silootjes. Ja. Een derde is dat ze een hele sterke decision-making traditie hebben die gebaseerd is op data. Ja. En dat zie je natuurlijk ook in de start-up wereld die hier vertegenwoordigd is. De echt succesvolle start-ups zijn allemaal waanzinnig goed in het capture van data, van interacties met klanten enzovoorts. En daaruit als het ware die machine te tunen en te verbeteren. Ja, en dan is een laatste denk ik ook nog, dat wat wij uit dat onderzoek duidelijk zien. Dat is dat er een wil is om het bedrijf dan ook binnen 5 jaar fundamenteel anders ingericht te hebben. En dat is volgens mij een hele belangrijke. Dat is een cruciale, want daar gaat het over leadership. Onder kannibaliseren op iets waar je nu het geld mee verdient. Maar daar zit heel vaak volgens mij aan leadership gerelateerd. Ja, de bedrijven die het goed doen, zijn allemaal bedrijven, en dat is het laatste hoofdstuk, die een long-term vision, dan praat je echt over 10 jaar, hebben. En natuurlijk weten wij niet, ja, we hebben Moore's Law en zo. En ik kom van Gartner, dus we hebben best wel ideeën over wat eraan zit te komen. En dat hebben ze op de universiteiten en dat hebben de innovatieafdelingen en e-merge. En, nou, dat neem je allemaal tot je. Dat is niet waar ik het over heb. Waar ik het over heb is, doe nou eens een bewuste poging, hè, zoals lang geleden Shell dat als eerste deed, om een analyse te maken van hoe ziet die samenleving er dan over 15 jaar uit. Of 10 jaar. Wat voor speelveld is dat dan? Wat zouden wij ons kunnen voorstellen van technologie? Ik was pas bij een hele grote Nederlandse multinational, die ik niet ga noemen. De finance afdeling en de IT afdeling. Ja. Dat bedrijf heeft duizenden financiële professionals over de hele wereld. Ja. Op een Engels collega zei, stel je nou toch eens voor dat over 5 jaar nog 100 financial professionals hebt en 500 robots. Kun je je dat voorstellen? Nou, begrijp je? Ja. Daar begint het, hè? Ja. Imagine, kun jij je dat voorstellen? Nou, en dan niet meteen schieten in ja, maar. Nee. Ik heb heel veel internationaal gewerkt in Amerika, kom net terug. Ja. Als ik in het vliegtuig zit naar Nederland, dan moet ik altijd mijn brein omzetten. Ja. Dan moet mijn brein van why not naar yes but. Ja. Nou, en dit document, dit onderzoek en de samenvatting in het document, in mijn ogen geeft buitengewoon krachtige input voor zowel de raad van bestuur, maar zeker ook de raad van commissarissen. Ja. Ja, want daar zit in Nederland ook nog een uitdaging. Zeker. Om het bestuur aan te spreken op zijn digitale transformatiestrategie. Ja. Nou, en als die er naar niet dat, is... Terug naar even naar dat leadership. Hè? Want wat je volgens mij zeker in Nederland vaak ziet, is dat je kunt. Ze hebben natuurlijk elk jaar wel gewoon een schitterend rapport. Wat mooi onderbouwd is. Wat in de boardroom wordt besproken over hoe de wereld gaat veranderen. Maar dan toch vaak zie je dat het. Na een week ligt dat rapport ergens in een kast. En dan is het toch back to basics. En het is. Ja, ik geloof er wel in. Maar we gaan nu toch weer eventjes doen wat we al jaren deden. Er zijn allerlei redenen voor. En ik ben geen antropoloog. Dus ik wil er niet. Maar eentje wil ik er wel. Die mij opvalt. Vanuit mijn internationale ervaring. Ja. En dat is dat. Als er nou één land is in de wereld. En dat is misschien ook wel de kracht hoor. Maar waar ik de opdracht vaak. Of de opmerking heel vaak krijg. Ja, maar wij zijn anders. Ja, dus ik geef op Nijrode les in een methode voor systematische innovatie. Die gaat ervan uit dat het probleem wat jij probeert te kraken al lang is gekraakt ergens anders. Ja. En sterker nog, de grootste gebruiker daarvan in de wereld is Samsung. Toch geen slecht presterend bedrijf. Nee. Een andere grote gebruiker van die methode is Intel. In Nederland komt het gewoon niet van de grond. En waarom komt het niet van de grond? Omdat de premisse is van de afdeling X. Ja, maar mijn afdeling is anders dan de volgende afdeling. Ja. Mijn bedrijf is anders. En in die zin zijn die initiatieven die wij vaak nemen te vergelijken met een ballenbak, weet je wel? We houden allerlei dingetjes in de lucht, maar we hebben geen kerstboom gedefinieerd.
Nee. En wat bedrijven als GE, als ik dat voorbeeld al even mag nemen, die zeggen, er is zoiets als Internet of Things. Er is zoiets als een volledige transformatie van producten naar services. Ja. En dus gaan wij dingen afstoten, ja. die investen. Dus gaan wij een volledige capability opbouwen. Ja. En dus, en nu komt die, gaan wij andere markten bedienen dan waar we nu in zitten. Ja. Nou, dat is het type discussies waarvan ik denk dat je er in Nederland meer zou moeten hebben. Ja, maar er zijn er vast mensen die dat voor jou ook wel eens hebben gezegd. Maar hoe krijgen we dan die bedrijven zover dat ze het nu echt eens een keer gaan doen? Nou ja, een sterke driver in sommige industrieën is natuurlijk angst. Het is op het moment dat er een nieuw entrant is. Nou ja, goed, de Ubers van deze wereld kunnen als voorbeeld zijn er 100.000 keer gebruikt. Maar er komen er een aantal aan. Ja, ja die gaan echt pijn doen. Ja. Ik vind dat overigens een slecht motief. Ja. He, want, en laat ik dat voorbeeld dan maar nemen. Als je het hebt over dus het vakgebied waar ik dan een beetje over lesgeef. En belangstelling net als jij al lang tijd hebt. Ja. He, dat is disruption. Ja. Als je dat dan in de Nederlandse verhoudingen, en dan zeg ik het heel generiek natuurlijk. Maar als je dat ziet, he, dan is vaak ook een element in die discussie. Dat is dat als ik in China sta. Voor, en dat heb ik veel gedaan, voor grote, snel groeiende bedrijven. Hè, exponentieel groeiende bedrijven. En ik presenteer 2 of 3 nieuwe technologieën die echt rulebreak zijn. Hè. Dan is de eerste vraag, wat kan ik hiermee een ander aandoen? Dat is de eerste vraag. De eerste vraag in Nederland is gegarandeerd, hoe kan ik me verdedigen? Totaal andere strategie. Nou, het is een mindset. Ja. Het is, en het is natuurlijk voor een deel ook, omdat wij heel veel te verliezen hebben. Hè? Laten we daar ook heel reëel in zijn. We komen net terug uit Amerika. Ja. De infrastructuur daar en die wegen, dat zou je hier niet willen hebben. Zouden we ook niet accepteren. Ja. Die dijken, ja. Dat is goed geregeld. Hè? Ja. Dus we hebben ook heel veel te verliezen. Wat de manier waarop wij opereren, heeft ons veel gebracht. E-mail is een prachtig voorbeeld. Ja. Was ooit groot, toen werd het heel klein. Ja. De dood van de e-business baas. Toen kwam het weer op. En nu, de helft van wat hier rondloopt, is niet Nederlander. Nee. Dat kunnen we ook. Ja. Dus we zijn heel goed in dingen bij elkaar sprokkelen en daar waarde uithalen. Ja. Dus ik denk dat dat als dat kant van het Nederlandse bedrijf, want die is gegarandeerd, en zeker in het midden- en kleinbedrijf zijn daar prachtige voorbeelden van. Ja. Hier op het podium staan natuurlijk een aantal. Ja. Dat voor een deel assembleren van elementen van innovatie in een nieuw businessmodel en daar vooral vaart op maken. Ja. Nou, wij sponsoren, we hebben een zogenaamd Center for the Edge. Daar zit voor een deel van mijn tijd ook in. Daar is een van de founding fathers van Singularity University. Ja. Nou, dat is natuurlijk het Singularity-denken in zich. Hè? Ja. Je creëert edges. In die edges probeer je zeg maar, die nieuwe proposities te testen. Ja. Maak je ruimte om te falen. Ja. En probeer jezelf te disrupten. Ja. En probeer je daarmee jezelf te disrupten. Ja. Dan kun je natuurlijk overal in de wereld naartoe. Maar nu ben jij, heb je besloten om inderdaad onderdeel te worden van Deloitte als Deloitte Digital. Ja, ja. Wat was een wereldwijd bedrijf. Hè? Ja. Wat was je overweging? Nou, een belangrijke overweging voor mij was dat het bedrijf eigenlijk vandaan kwam, een prachtig bedrijf, Gartner. Daar wil ik absoluut niets negatiefs over zeggen. Alleen, het is natuurlijk vooral ook een researchbedrijf. En ik zat ook in de research. Hè. En er zit toch in mij ook wel heel erg, en wat gaan we nou doen? En dat dan ook gaan doen. Ja, en dat is wat Deloitte Digital doet. Sommigen die gaan dan beginnen een start-up, die gaan zelf iets ondernemen. Ja, nou, ik heb een dochter die dat doet en ik heb een zoon die in Google dat doet. Dus het zit wel in de familie. Ja. Maar ik heb natuurlijk ook nog een paar andere rollen. Ik ben ergens commissaris en ik geef nog les. Dus dit is wat mij betreft in deze fase van mijn leven. Ja. Maar als ik nu de leeftijd had gehad van mijn kinderen, had ik gegarandeerd een start-up gestart. En als je nou met een verse blik inderdaad kijkt naar Deloitte, waar je nu net binnen bent. Hoe ver is Deloitte langs je eigen maatstaven? Ja, nou de reden om te komen en op die discussie met elkaar te hebben, was met name dat het bedrijf, nou laat ik beginnen bij relatief onafhankelijke bronnen, Gartner. Ja. Gartner heeft een oordeel over Deloitte en haar collega's in de markt. Ja. En daar steekt Deloitte in zeer positieve zin uit. Ja. Waarom steken ze eruit? Een aantal dingen. Het eerste is al 4 jaar geleden hebben ze besloten. Die digital transformation is zo groot, zo anders, zo nou, enzovoorts. Daar moeten wij een aparte focus op hebben. Toen is Deloitte Digital opgericht. Ja. Dat is niet alleen maar een logootje, maar dat is investeringen van heb ik jou daar? Je wil niet weten. Dus er zit een element in van practice what you preach. Ja. Dat zie je ook aan dat gebouw. Die Edge, hier aan de Zuidas, Amsterdam. Ja.
heel half bouw Nederland praat erover. Ja. Wij zitten in een gebouw waar we het doen. Ja. Hè? We verzamelen die data, we proberen die inzichten te krijgen. Ja. Dat sprak mij enorm aan. Precies, dus die actie dat moest je hebben. En daar zit ook dus ook een disruptive kant in. Hè? Want delen van het, laat maar zeggen, domein wat op dit moment ook door Deloitte wordt gepakt. En traditioneel natuurlijk altijd al, accountancy, tax. Die verdwijnen straks. Nou ja, dat denk ik niet helemaal, maar stukken er zeker wel. Ja. Dus is ook Deloitte voor zichzelf fors aan het investeren in robotisering. Ja. Met alle support van de partners die dat betreft. Kortom, dus voor mij waren dat argumenten, practice what you preach. Ja. Om te zeggen, ja, ik wil eigenlijk toch graag ook bij een bedrijf werken wat nadat we de visie hebben neergelegd. En daarin richting hebben bepaald. En het bedrijf zegt, oké, we gaan naar Silicon Valley met Center for the Edge. Ja. Singularity University, we zien het. Ja, we moeten nu echt dat gaan doen. Ja. Ja, nou, ik heb zekere ervaring, ik loop er wat langer mee. En wat we dan gaan doen, dat kan ik relatief wel. Ja. Ja. Dan moet je natuurlijk als Deloitte Digital in deze rol altijd een beetje voorop blijven lopen. En als eerste de nieuwe dingen gaan uitproberen. Die je straks weer gaan met je klanten moet gaan ontwikkelen en moet gaan adviseren. Of fast failen. Ja, begin. Wat is de laatste failure geweest? Ja, daar ben ik te kort voor de binnen. Dus dat wil ik graag volgend jaar met je delen. Dan hoor je graag je fast failure. Ja, zijn er dan nog trends die jij nu ziet die gebeuren, die interessant zijn voor Deloitte? Ik zie er heel veel. Maar ik ga ze niet allemaal, want er luistert natuurlijk mogelijk van allerlei collega's mee. Maar eentje die misschien wel voor de hand ligt en tegelijkertijd ook weer niet zo. En daar had ik gisteren met een collega over die aan de riskkant zit. Ja. We hebben bijvoorbeeld binnen ons bedrijf Dick Berlijn, daar ook onderaan de strijdkant, cyber enzovoort. Als je kijkt naar onderzoek wat wij hebben gedaan in ons CIO report wereldwijd, wat mijn vorige werkgever ik heb het voor Nederland gedaan. Ja. Dan zie je dat er voor de gemiddelde bestuurder moeilijke dilemma's zijn. Die kun jij je ook voorstellen. En aan de ene kant wil ik me voor 100% beschermen tegen cyberaanvallen. Ja. 100%. En tegelijkertijd ben ik politie en sta ik midden in de samenleving. Ja. En ik kan dus niet achter een slotgracht gaan zitten. Of ik ben een retailer enzovoort. Ja. Bovendien leert dit soort rapporten mij en een lean startup. Ja. Leert mij dat een deel van dat landschap kan ik alleen maar leren door het uit te proberen. Ja. En op mijn bek te gaan en daarvan te leren. Nou, hoe opereer ik nou in een wereld waarvan de ene helft van het huis, inclusief de aandeelhouder, roept beschermen, dicht timmeren. Slot erop. Beton eromheen. Ja. En de andere helft roept, bewegen, open. Nou, laten wij nou als bedrijf die beide competenties echt in huis hebben. We hebben een van de beste risk practices in de wereld. En tegelijkertijd hebben we Deloitte Digital. Dus we zijn nu bezig om te kijken hoe kunnen we daar nou proposals voor maken die een board helpen. Ja, ik had ooit een collega die noemde dat gecontroleerd voor overvallen. We gaan voorovervallen. Ja. Als je één keer begint, kun je het niet meer terug. Nee. Maar wel gecontroleerd. Ja, dat is helemaal mooi, want gecontroleerd voorovervallen is natuurlijk gewoon uiteindelijk gewoon lopen. En zo kom je verder. Ja. Ja. Niet stoppen. Ja. Hartstikke mooi. Dankjewel. Dankjewel. Dit was weer een van de vele gesprekken die we vandaag voeren met gasten van de Emers ID hier vanuit de Kromhouthallen in Amsterdam. Blijf bij ons en dan zijn we zo weer terug. Of kijk terug via YouTube.